Oké, jongens, geweldige partij vandaag. Roel, kun je iets vertellen over hoe je terugkijkt op je tijd in Wageningen? Ik ben heel blij met de score die ik hier heb gehaald. Na Groningen was dit een goed vervolg voor mij van de match. Oké. Jan, kun je iets laten zien van de spectaculaire partij vandaag? In deze stand hadden wij vandaag op het bord. Roel was zwart en ik was wit. En ik sta hier met wit een schijf voor, maar dat heeft Roel bewust gedaan. Roel heeft een bewuste schijf weggegeven. Omdat, zoals je kan zien, wit heeft heel veel schijven aan deze kant en heel weinig aan die kant. Dus zwart kan ongestoord hier wit aanvallen. Ook omdat wit hier deze niet mag spelen, vanwege die wit slaat. En zwart slaat er 1, 2, 3, 4. Dus, zwart kan hier wit ongestoord aanvallen, maar daar had ik iets op bedacht. Want ik zou nu deze hebben gespeeld. En nu zwart zo. Ongeveer gedwongen. En nu speelt wit zo. 1, 2, 3. Zo. 1, 2. En nu slaat wit naar... Zo, naar dan. En nu staat wit er 2 achter, maar hij gaat hier 1 slaan en hier ook 1 slaan. En dit lijkt gewonnen. Dus Roel zag dat uiteraard. En besloot hier in deze stelling om in plaats van deze zet. Deze zet te spelen. Ik moest er 2 slaan. En Roel sloeg er 2. En ik ruilde deze steen af voordat hij naar dam ging. En toen bleef deze stelling over en dit is uiteindelijk remis geworden. Oké, bedankt. Morgen staat er een rustdag op het programma. En dan gaan we maandag verder met de 8e ronde in de strijd om de wereldtitel dan 2016.